Het was een indrukwekkende ceremonie. Dat verklaar en beloof ik, of... Zo waarlijk helpt mij het verdomme. Met het doen van de belofte of de eed... Mevrouw Van den Tol, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij het verdomme. Heeft de nieuwste Brabantse gemeente nu ook een gemeenteraad met ook nog een geleende slogan? Die slogan is, in Brabant gaat er niets boven Altena. Onder de nieuwe gemeenteraadsleden ook Pauline van den Tol van Burgerstem Altena. Nog voor de nieuwe gemeente Altena een feit was, kwam het al tot een politieke breuk tussen de politica en haar partij. Het werd de eerste politieke rel in Altena. Als je daar niet tegen kunt, dan moet je gewoon over je heen laten gaan. Het is niet altijd even makkelijk. Maar ja, het gebeurt en ik hoop dat het nou over is. Hoewel het een feestelijke bijeenkomst was, was het ook dé bijeenkomst waar vragen over Veen gesteld konden worden rechtstreeks aan de verantwoordelijke bestuurders. U mag alle vragen stellen, alleen het recht om een antwoord te geven heb ik. Waarnemend burgemeester Marcel Fransel, die kon in de nacht van oud opnieuw direct aan de bak in Veen. Hoe gaan we hier nu mee om in de toekomst? Moeten we zoveel inzet plegen aan mensen? En moeten we deze kosten dragen als gemeenschap? Bevolking van Veen, help mij eens om daar goed naar te kijken. De oplossing lijkt opnieuw in gesprek te gaan met de inwoners van Veen. Is ook een advies van de inmiddels oud-burgemeester Fons Natrop. En het zal ook iets weer naar voren komen om met de gemeenschap weer een gesprek aan te gaan. Maar met een ME en weer dat kat-en-muisspel, daar ben ik niet van geweest. Nooit van geweest. En ik hoop dat ook Altena dat niet gaat doen. Altena is uit de startblokken, de stokers houden zich een jaar koest en we hebben een nieuwe slogan. De slogan is, in Brabant gaat er niets boven Altena. In Oppervlakte, de grootste gemeente van Brabant.